had in een lunchroom gezeten. Zei die. Zo, daar hoor ik van op. Moet jij weten. Zie je wat ik bedoel? Ja, Brugman, zie je wat ik bedoel? Niet achter mijn rug kletsen. Houd niet van. Juffrouw Roudentak, ik moet u nog wat anders vragen. Welke stad trekt u het meeste aan? Granigen. Kent u Groningen goed? Als Granigen kent, ben ik geboren worden. En getogen? Getogen mijn kelders. Houdt u van musea? Soms, als die allemaal oude harnassen staan. Want dan voel ik vandaag de dag hoe we onze ridders missen. Juist, ja. En schilderijen, juffrouw Gouderdak. Houdt u van schilderijen? Hangt er vanaf of ze echt zijn. Ik ben tweemaal in Van Gogh tentoonstelling daar. Oh, ik heb Peters heren op het hoofd. Allemaal namelijk natuurlijk. Het hele leven hangt van bedrog aan elkaar. Kunnen ze niet uitsloten. Maar het gaan we niet over. Nee. Wil ik u nog eens vragen? Amsterdam kent u toch, hè? Die ken ik, ja. Houdt u van de Kalverstraat? Nee. Waarom niet? Ik vind een straat voor kalveren vermijden om te lanterfanten en naar jongens te kijken. Is dat een straat? Af en toe zou ik die mensen wel bij de lurken willen pakken en ze door elkaar schudden. En zijn kind gaat er iets doen. Van de hele eeuwigheid heeft ze al 60 jaar gekregen om iets mee te beginnen. Wat doe ze daarmee? Ze loopt met de Kalverstraat naar jongens te chansen. Ja. Hoe vindt u de winkels in de Kalverstraat? Ik kijk nooit naar winkels. Etalages zijn alleen om behoeften te creëren. Winkels zijn goed voor mensen die morsen met hun geld en tijd. Ik ga altijd van huis met niks, kom altijd thuis met niks. Yes. Juffrouw Roudentak, nou nog eens iets. Hier boven uw hoofd ziet u tegen het plafond een aantal tennisballen hangen. Ja, raar een plafond hoort met ballen. Bah. Nou heb ik hier op een bureau een contactje. Dat zal weten. En als ik daarop druk, dan vallen er bepaalde ballen naar beneden. Als er niet om je hoofd vallen hoor, dan wordt het nijdig, verwoedend. Nee, het is namelijk de bedoeling. Het gaat er hier om dat u moeite doet om die ballen op te vangen. Moet een privé-secretaris tegenwoordig atletische toeren verrichten? Hey, het is een soort test. Oh ja, hoort bij dagelijks werk? Ja, hou niet van zo'n test. Maar vroeg ze mij, als ik per se wil, wat zij aan mijn rug te doen? Oh, de vallende ballen. Waarom doet u nou niets? Ik doe nooit de moeite om het onbereikbaar te berekenen. Ben ik klaar? Ja, laten we het onderzoek dan maar voor gesloten beschouwen, mevrouw. Juffrouw, alstublieft. Tot ziens. Hoe heet dat ook weer? Brugman, oud-abonnee van de Zutphense Krant. Dat is mooi hoor. Je kan ook zeggen Piccolo van de Koning van Persië. Dat is ook niks. Nou, tot ziens, meneer Van den Berg. En als ik u een goede raad mag geven, engageer een topnaar voor de verhuil. En Fanny Pietersson Koen voor de bal. Goedemiddag. Vind je het leuk, Brugman? Nou, ik geniet ze. Maar wat een prachtmethode om de mensen uit hun tent te lokken. Psychotechniek, psychotechniek. Mijn chef, een man met een brede blik, staat elke dag opnieuw stom verbaasd over de resultaten die ik bereik. Na 10 minuten praten weet ik precies wat voor vlees ik in de kuip heb. En ik trek mijn conclusie, kies mijn mensen. En je vergis je nooit? Nooit, 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 nooit. Psychotechniek is geen tombola, het is een wetenschap. Zeg, komt die tweede sollicitante vandaag ook nog? Die zit al te wachten. Juffrouw van der Vechten. Wilt u even binnenkomen? Ja. Let op, er komt een tweede schaap. Goedemiddag. Goedemiddag, juffrouw van der Vechten. We hebben alles kennis gemaakt, nietwaar? Ja, zeker. Meneer Brugman, oud-abonnee van de Zutphense Courant. Annie van der Vechten, lezeres van de radiobode. Die slag is aan u. Waarom zegt u dat? Het zijn twee gelijkwaardige machten. Net als in de algebra. Nul is gelijk aan nul. Quod erat demonstrandum. Wat te bewijzen was. Was u op een gymnasium? Ja, ik zou het wel denken. Maar schrikt u niet hoor, ik ben gelukkig de helft vergeten. De grootste helft? Er bestaat geen grootste helft, meneer Van den Berg. Dat weet u net zo goed als ik. Twee helften zijn gelijk, anders is de helft niet meer. Mevrouw Van der Vechten, laten we eens even ter zake komen. U solliciteert dus naar de betrekking van privé-secretaresse? Jazeker. Goed. U ziet hier deze vier plaatjes, nietwaar? Dit is het strand. Daar staat een eenzame man. Ja. Dan ziet u hier een wat sombere logeerkamer. Ja. Een aardige keuken waar het meisje aan het opruimen is. Ja. Wegberg, dat weet ik niet precies. En dan hier dit laatste plaatje, dus een zwembad. Zou u daar een verhaaltje bij kunnen vertellen? Een verhaaltje? Ja. Gewoon vertellen? Ja, inderdaad. Gewoon vertellen. Nou, eens even kijken, hè. Ja. Die sombere kamer, hè, daar woont een meisje, alleen. Ja, ze heeft net een staatsexamen gedaan en nu moet ze haar eigen brood verdienen. En nu zoekt ze een baan als secretaresse of zo. Maar het valt niet mee hoor, zo'n sombere kamer.
Geen licht, geen stromend water, geen man. Enfin, allemaal even primitief. Op een dag gaat ze wandelen langs het strand en dan komt ze hem tegen. Hij blijkt een Fransman te zijn, erg eenzaam, net als zij. Nou, en dan weet ze niet zo gauw wat stromend water in het Frans is en dan kan ze niet uitleggen hoe primitief ze daar woont. En dan zegt ze, je suis Salomon. En dan zegt hij, moi aussi. En dan lachen ze zich gek samen. Nou, en dan trouwen ze tenslotte. Gaan ze een huwelijksreis maken naar de Franse Alpen. Gaan ze wandelen en zwemmen. Ook ik hier. Zie je? Nou, en dan komen ze terug in Parijs, wonen ze samen op een flatje. Daar heeft ze alles wat haar hartje begeert. Licht, stromend water, een man. En ze kan alles in het Frans zeggen wat ze wil. En? Toen leefde ze lang en gelukkig uit. Dank u. Welke stad in Europa trekt u het meest aan? Parijs. Parijs, ja. En waarom? Nou, om alles. Om de winkels en het toneel en de revues en die prachtige sportvelden. Bent u wel eens geweest? Ja, licht. Dan zou ik het nog niet zeggen. Kort geleden nog? Deze zomer. Ja, ik had een uitnodiging gekregen van een Frans correspondentievriendje van me. Om bij hem en zijn ouders te komen logeren. Hoorde ik het goed dat u een uitnodiging had gekregen van een Frans correspondentievriendje van u om te logeren? Is u dat zo gek? Nee, ik verwacht het niet. Nou, ik hoor ervan op. Oh. Ja. Wat vindt u van Amsterdam en de Kalverstraat? De Kalverstraat? Ja. Niks. Vindt u daar niks van? Nee, ik vind er niks aan. Het is net even iets anders. Ja, goed. Ja, maar laat ik het dan zo vragen. Wat valt u het meest op als u in de Kalverstraat loopt? Nou, eens even kijken. Het meest valt mij op dat me er niets op valt. Geen winkels? Geen hotels? Ja, wacht eens. Er zijn een paar bioscopen waar zo nu en dan iets goeds in gaat. Maar ik voel meer voor Criterion en de uitkijk. De Kalverstraat is alleen te appreciëren bij nacht. Met een aardige jongen van een vijfje thuis komt. Maar dan is hij ook gelijk te schakelen met de kalfjeslaan. Juffrouw van der Vecht, ik heb u dan geloof ik niets meer te vragen. Ik dank u buitengewoon voor het onderhoud. U krijgt in elk geval dan nog bericht van mij. Meneer Van den Berg, bedankt voor de tijd die u aan mij besteed hebt. Meneer Brugman, ik hoop je ook nog eens te ontmoeten. Ach, wie weet, de wereld is klein. En het bureau van de Zutphense Courant is zeker zo'n beetje uw wachthuisje. Huh? Moet ik daar maar op antwoorden? Zegt u maar. Dik. Dan ben ik helemaal niet boos. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Dag, juffrouw van der Vecht. Nou, hoe vind je het? Nou, ik hoor ervan op. Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel, hoe vind je nou het hele systeem? Nou, ik kan me best begrijpen dat je hele personeelskeuze daarop passeert. Nou, ik geloof dat je zo enthousiast bent. Zeg, je excuseert me, maar daar ligt hier nog een hele zooi werk op me te wachten, hoor. Gek, hè? Hoe de meeste mensen zichzelf gewoon weggeven, zonder dat ze het weten. Hè? Die juffrouw Goudenboom, of hoe heet ze nou ook weer? Gouden tak, tak. Nou, die zal er morgen ook niet vrolijker op kijken als ze hoort dat ze weg kan blijven. Weg kan blijven? Die neem ik juist. Wat? Die Groningse juffrouw? Ja. Maar waarom in vredesnaam? Hè? Wat? Het is een nichtje van mijn baas.